Sophie Doeland, Koehol de Dijk. Wat een dijk! Het is een flinke klim, maar bij helder weer kun je de waddeneilanden eilanden zien liggen. Niet alleen de hoogte van de dijk imponeert, maar ook de strakke en rechte vorm. Vroeger was die veel grilliger. Zo kun je aan het wegenpatroon zien dat de dijk hier ooit een bocht maakte. De dijk was ook veel lager. In de 20e eeuw konden de Koeholsters waarschijnlijk vanuit hun huizen de zee zien. Over een anderhalve meter hoog dijkje. In de jaren 30 werd de dijk ongeveer 5,5 meter hoog. En in de jaren 70 kwam hier nog eens minstens twee meter bij. De komende jaren wordt de dijk versterkt. De dijk en de zee bepaalden eeuwenlang het leven op Koehol. Bijna alle inwoners visten in het voorjaar en zomer met vuiken op haring, schar, bot en paling. Met z'n allen sleepten ze de vissersbootjes in het voorjaar over de dijk. Met de komst van de afsluitdijk in 1932 was het in één keer afgelopen met de haringvisserij. De zeestromen waren door de afsluiting van de Zuiderzee drastisch veranderd, waardoor ook die dijkverhoging hier nodig was. Een flink deel van de oude vissershuisjes en de zwartgeteerde schuurtjes sneuvelde in 1970, toen de dijk niet alleen hoger maar ook breder werd. Alleen het beeld De Waadvisser en de recreatiewoningen die op vissershuisjes zijn geïnspireerd, herinneren nu nog aan de visserij. De kustbewoners waren ook op een andere manier verbonden met het water. Zwemmen kon je hier namelijk lange tijd ook bij hoogwater, net als op andere plaatsen aan de dijk. In de jaren dertig waren er zelfs badhokjes in het café om je te verkleden.